Dus niet in scène zet. Ik zei dus nog een keer, kijk eens aan. Dankjewel. Isa is lief. Ik was aan het editen. Dus, toen vroeg ik of Isa het wilde maken. En dat wilde ze wel. Dankjewel. Nou. Jongens, ik heb mijn boeken gisteren gekocht. Heel goed gedaan. Heel mooi label ook erop. Vet. Ja, bijna. Nou, ik zit hier te editen. Ik heb nog 4 rollen kafelpapier over. Huh? Had je zoveel? Dus je had nog 1 rol van dat roze over. Ja. Ook al leek en toen heb ik het met 1 rol gered. Oh, dan thanks. Dan heb ik er 4 of 5 boeken te kaften. Nou, lekker. Als Isa boeken gaat kaften, wat ze al 5 jaar achter elkaar heeft gedaan, dan zoekt ze elke keer weer een filmpje op YouTube. Tutorial van Masha. De tutorial van Masha, omdat ze het niet meer weet. Vandaag beginnen wij de dag op vrijdag met een lekker ontbijtje. En ongekend jongens, broodje pindakaas hagelslag. Had ik echt heel veel zin in. En een beschuitje met worsten. Echt goeie. En vandaag beginnen we dus even zo de dag. En dan gaan we er wat leuks van maken. Vandaag is mijn opa trouwens jarig. Yay, gefeliciteerd opa. Nou, pas op, je gaat er bijna op zitten, hè? Nee. Hij is hier helemaal niet. Ze ging echt bijna afzitten, toch of niet? Ja, toch? Weet ik niet. Maar wel. Hij zei laat de kinderen redden. Hij is daar. Die doet krijgen hier een hartaanval van jou. Hebben jullie niet eens wat eten? Onze kinderen hebben later gewoon al een wespenfobie voordat ze geboren zijn. Ja. Dat komt door mij. Ja. Voordat deze video verder gaat, wil ik jullie wat vertellen over NordVPN. Dit is natuurlijk gesponsord en waarom ik dit doe? Is omdat ik best wel veel online zelf bezig ben en ik wil natuurlijk zelf altijd beveiligd zijn. En met NordVPN ben je altijd beveiligd. VPN staat voor Virtual Private Network. En wat dit eigenlijk inhoudt is, je blijft anoniem online, je data blijft beschermd en natuurlijk je locatie is onvindbaar. Natuurlijk ben ik niet iemand die echt iets geheim wil houden, maar het is meer dat ik zoveel data creëer elke dag dat ik dat gewoon het liefst beschermd hou. En zo kan dat, heel makkelijk. Omdat je bijvoorbeeld ook gewoon een Google Chrome extensie hebt. Daarnaast, heb je ooit wel eens gehad, deze video kan je niet bekijken in jouw land? Ik ken het wel. En nu kan je dat gewoon heel makkelijk fixen. Je kan met NordVPN namelijk gewoon, hoppa, een ander land aanklikken. En dan kan je wel gewoon kijken. Daarnaast kan je ook nog de Android of iPhone app downloaden. En dan kan je gewoon overal deze app gebruiken. Stel je voor, je zit heel ver in het buitenland. Je bent internationaal gewoon aan het reizen. En je kan in één keer niet meer je favoriete Netflix serie kijken. Omdat je in het buitenland zit. Hoppa, je hebt de app. Bam. Je zet jezelf in Nederland en je kan gewoon weer kijken. Als je dit wil aanschaffen, ga je gewoon naar nordvpn.com/quinn. Als je bij het uitchecken dan ook nog de code Quinn gebruikt, krijg je de eerste maand gratis en 75% korting op jouw abonnement. Nu gaan we weer door naar de video. Goedemorgen dames en heren, het is vandaag zaterdag. Ik sta hier mooi met Isa in de badkamer. Die zichzelf aan het mooi maken is. Nice. Nou, probeer. Probeert. Nou, ik vind dat jij jezelf mooi maakt. Vandaag is het zaterdag dus en vandaag vier ik mijn feestje. Ik ben een maand geleden 18 geworden en nu ga ik mijn verjaardag vieren vandaag. Dus dat is wel leuk, maar er moet nog heel veel gebeuren, dus dat gaan we allemaal vandaag doen. En gisteren, toen hebben we toch iets meegemaakt, hè Is? Want jij hebt je allereerste zakelijke gesprek gehad. Was het leuk? Ja. Mooi. Nou, kijk, dat is positief. En voor de rest was het ook één grote chaos, want ik vertelde dus dat mijn opa jarig was. En toen in één keer werden we gebeld dat we al moesten komen en hij had per ongeluk verkeerd verteld wanneer het was. Dus toen uit de stress was ik vergeten mijn camera mee te nemen. Maar dat was heel even gezellig voor mijn opa. Volgens mij vond hij het heel erg leuk. Dus dat is mooi. En nu gaan we even opstaan en dan gaan we straks beginnen met alles voorbereiden. Want we moesten volgens mij nog meloen kopen. En Isa die zit in de oor te spuiten met iets. Nee, op de oor. Voor dat tweede gaatje. Maar we moesten nog allerlei dingen kopen dus. En dan zijn we klaar hè. Heb jij er zin in? Denk je dat het leuk wordt? Ja. Ik denk het ook. Ja, en nu wordt het wel weer zo'n sociale ongemakkelijkheid. Oh. Een feestje wil je nooit filmen. Er zijn een heleboel mensen die zelf ook filmen of Instagrammen of... Weet ik veel. Zie dat allemaal gewend zijn. Ja, maar toch is het altijd een beetje gek om op een feestje te filmen vind ik zelf. Ik weet niet, ik voel me dan altijd een beetje ongemakkelijk soms. Ja, maar ik kan het proberen. Ja. Ik heb even een goede tip voor jullie, hè. We hebben zojuist een tosti gemaakt. En die tosti hebben we in de pan gemaakt met op de buitenkant boter. En voor de rest doe je gewoon hetzelfde als normaal. Alleen smeer je nu op de buitenkant boter en doe je hem in de pan. En dat is echt heel erg lekker. We zijn in de supermarkt. En Isa, als wij op een feestje zijn, zijn we echt gangmakers. Nou. Ik moet drie keer met dom geven, dan begin je ook.
gaan nu even de laatste dingetjes halen. Broodjes, eten, van alles. Kijk eens aan. Wat hebben we toch weer allemaal getoverd, jongens. Isa. Ja. Kijk, hè. Jij bent echt het licht in mijn leven. Hey, leuk. Hebben we even de box? Voor vanavond, die moet het wel doen. Kijk, hij doet het. Do you like it? Yes, it's very nice here. We have it very mooi versierd. Ja, de lange grens. Yes. Iedereen is er al. Al mijn matties zijn er. Het is super gezellig. Kijk, maar we hebben het echt leuk gedaan. Alleen, zien jullie dat? Not good, bro. Not good. Het ging al net regenen, dat is niet best. Maar we hebben het heel leuk versierd. En kijk, hier hebben we onze lampionnetjes waar we net mee bezig waren. En toen het ging regenen, moesten we snel alles hier droppen. Want ja, anders wordt alles nat. En hebben we hier even snel, voor de zekerheid, toch maar even een tent neergezet. Maar ja, het is echt super jammer. Ik hoop gewoon dat het nu, vanaf nu, droog blijft. Waarschijnlijk niet, maar ik hoop het wel. Het ziet er in ieder geval heel leuk uit. Ik heb er zin in. En ik zal proberen om af en toe even wat te laten zien. Hoi Dave. Dit is Quinn's vlog. Oh. Hoi Quinn. Feest een beetje verjaardag, hè? Een paar weken geleden, maar... Dat leek meer op een boer dan een kus, maar dat maakt niet uit. Heb je een leuke verjaardag? Ik heb een hele leuke verjaardag. Okay. Was dat het? Ja, ik kan maar meer zeggen, maar ik weet nog niet. Toe, ik heb wel al heel veel cadeautjes. Die staan allemaal daar. Die ga ik allemaal morgen met jullie uitpakken. Oh, ik heb nou helemaal ingezoomd. Oh, dat is mijn best. Ik weet niet hoe ik uitzoom. Met dit ding. Oh jee, ik ben er al, Oké. Okay. Hey, wat gangs. Ik ben met Larsie. Hey, wat gangs. Lars, gebrand. Gerbrand. You know, we zijn hier gewoon lekker aan het chillen en zo. En ik neem even een vlog over, you know, waar allemaal leuke shit gaat gebeuren. Ik ga het heel even uitleggen voor jullie. Ik ga het even uitleggen. Oké, wacht, ik moet even een flesje pakken. Ik pak even een flashlight voor jullie. Nee, oké. Jongens, er komt zo een mannelijke stripper voor Quinn. Ik moet niet te hard praten, maar dus we gaan zo Quinn op een stoel zetten. Ja, jullie weten natuurlijk wie Quinn is, denk ik. Maar ja, dan gaat het gewoon lachen worden en ik film het over Quinn, you know. Sla hem erin, you know. Oh, yo. Dit is de stripper. Oké, ja. Oké, ja. Dank je. Ik had heel even je steun nodig. Wat? Ik had even je steun nodig. Ik film. Film je mij? Ja, ik film jou. Met mijn camera? Ja, ja, ja. Yo. Quinn, hou je binnen voor mij. Binnen voor mij. Yo. Hey, jongens. Gaat het goed? Lekker met onze ochtendhoofd. Hoe gaat het? Ja, weet ik niet. Kan erbij? Hey, geef toe, altijd als je zeg maar bij zulke dingen slaapt en zo, is het fucked up altijd. Altijd fucked up. Ik had niet eens bed delen. Als ik niet eens bed had gegeven, dan op de grond. Je hebt gewoon geluk gehaald, hè? Eigenlijk. Besef dat het bed eigenlijk voor hem was en ik heb er lekker opgeslapen. Kom, gaan we iemand wakker maken? Wie? Daan. Ga je mee? Met glaas water. Ik hoef het nog. Ja, ik wil. Nee, Roef het is al wakker. Oh, nee. Oké. Wat staat die daar? Ja. Moet ik het doen? De deur zit heel erg. Oh, echt? Ja. Gewoon een wakker maken en proberen gooien. Dat kan echt niet echt. Hey, Daan. Hey. Yo. Doe eens de deur open. Nee, het lukt niet, gast. Hij zit echt vast. Hey. Hey. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Man. Oh, je ligt hier echt gewoon in Nokkie. Ja. We wilden je eerst eigenlijk... Slapen. Om eerlijk te zijn wilden we je wakker maken met glaasje water. Dat maakt wel zo wakker. Ja, daarom. Ik ben echt al best wel lang wakker. Oké, of je binnenkort naar beneden komt. Want nou, we gaan eten. Vooruit. Oké, nice. Ja. Jij dacht, drink het maar op nu toch al met lukjes. Oh, kijk eens aan jongens. Alleen nog de broodjes. Dan kunnen we lekker ontbijten. Ik ging nog even mijn cadeaus laten zien.
Hier liggen ze allemaal op tafel. En ja, hier mist er alweer eentje uit. En die heb ik toevallig nu aan. Grappig. Waarom heb ik geen broek aan? Die lag beneden. Maar ik heb dit shirt gekregen. Ik heb hier wat snoepjes gekregen. Allemaal leuke kaarten. Echt superveel. Die heb ik al allemaal opgeruimd. Daarbij had ik ook af en toe wat centjes gekregen. Ik heb hier allemaal chocola gekregen. Ik heb mooie sokken gekregen van Tommy. Ik heb een mini tafelvoetbal game gekregen. Ik heb deze twee truien gekregen. Ik heb deze dingetjes gekregen allemaal. Dit is van dat suiker. Wat knettert, sokken, petje, regenboogtasje. Ik heb dit gekregen, dus een of andere knuffel en een bril. Nou, met die knuffel, ik weet niet wat ik daarmee doe, maar hij is wel geinig. Bril kan je altijd gebruiken. Ik heb dit gekregen en dit is wel een leuk verhaal, want dit is een tiet. Een vriendin van mij was jarig en toen gaf ik haar een piemel in de vorm van een spons. Nee, een spons in de vorm van een piemel. Zo lekker, Quinn. Maar daarom heb ik nu deze gekregen, dus dat is wel geinig. Ik heb een grote marshmallow gekregen. Ik heb hier luchtjes gekregen van Rituals. Met deze is voor zeg maar in de auto. En deze zijn gewoon luchtjes voor op jezelf. Hier nog al die kaarten. Ik heb nog auto erop. Dus ik heb heel veel gekregen. Wauw, gek. Zo, het is even echt een hele tijd verder op deze dag. Mijn zondag is tot nu toe verlopen met slapen. Slapen. Ik viel in slaap en daarna kon ik niet meer wakker worden. Toen ben ik net even voor DH-video in het zwembad gesprongen. In de zwembad, nice. Maar toen dacht ik, wat kan ik vandaag nog doen? En ik ben nu in deze kamer. En deze kamer is zo vet, jongens. Deze is zo mooi. Dat ik dacht, ik ga hier gewoon even chillen. Ik ga het bad aanzetten. En ik ga het even een beetje kort aan jullie laten zien. Hoe en wat. Ja, want het is echt ziek. Maar allereerst hebben we het bad. Even, ik heb geen idee. Zo. En dan zo. En volgens mij staat hij op een warmte. Nou, dat is dus het allereerste. Het bad ziet er dus zo uit. En je hebt gewoon een bad met een kraan. En ik vind dit echt super vet. Ook met dit, dat je hier leuke dingetjes kan neerzetten. En dan hebben we hier de douche. En dat zijn er twee, dus je kan hier ook gewoon echt met z'n tweeën douchen. En die kan je dan zo besturen en zo. En dan heb je hier gewoon zeep aan de muur. Super vet. En ik zie heel vaak YouTubers, weet je wel, die zijn dan in een hotelkamer. En dan zeggen ze helemaal, ja, dit is zo'n dure, dit hotelkamer, dit, dat. En vandaag ga ik dus even mijn dag verder besteden. In mijn eigen hotelkamer, in mijn eigen huis. En deze hotelkamer is dus best wel luxe als je dit echt in een hotel zou hebben. En ik heb dat gewoon in mijn huis. Hoe vet is dat? Echt heel erg ziek. Verder is hier nog een cheat code. Je kan deze deur namelijk open doen. Dan kan je hier naar binnen. Doe je zo. En dan heb je hier de wc. En die is ook gewoon echt super nice. Die zit dus een beetje verstopt. Dan zie je hem dus niet in de kamer. Hij lijkt gewoon of die er niet is. Maar dan zit hij in één keer gewoon in de kast. Heel erg handig. En dit is dus ook de kastenwand. Hier kun je gewoon al je kleren, alle dingen opslaan en dat soort dingen. Dan hier het bed. En hier moeten nog een aantal dingen gebeuren. Zoals de lampjes moeten vervangen worden. Dit moet vervangen worden. Aan de andere kant precies hetzelfde. Maar ja, soms ja, heb je gewoon nog niet alles af. En dat is hetzelfde voor hier. Hier moeten ook nog allerlei dingen voor komen. Ja, soms kan je het nog niet vinden. Of is het er gewoon nog niet. Of soms dan denk je dat je iets hebt. Is het uiteindelijk niks geworden. Ja, dat is gewoon jammer. En dat is hetzelfde voor hier. Hier komt nog een open haard. En ja, echt waar, die komt er. Echt, dit is niet normaal. Echt een hele zieke kamer. Dus ik ga gewoon lekker hier in een bad chillen. Oh, lekker warm. Ik heb het ook koud hoor na dat zwembad. Dus ik ga hier even wat zeep in doen. En dan gaan we hier even lekker chillen. Denk eens aan. Zit je toch even lekker zo. Ik merk wel dat ik alweer moe word. Ongekend. Dus ik ga weer lekker uitbad. En even aankleden. Wat een zondag beleven wij vandaag. Ongekend, echt. Een luie zondag. Echt een zondag zoals die hoort.